Hallo Ali, hier live bij Punch Out. Kwartfinale, een classic à la classic. De crème de la crème, Giant tegen Steph. Steph, hoe ging het? Ging lekker volgens mij. Ja. Het is moeilijk tegen Giant. Je kan niet dit doen bij hem, weet je wel. Je staat echt een soort van... Als hij stoer gaat doen, dan weet je van ja, dat gaat er gewoon niet uitzien. Dus ik moet wat anders doen. En volgens mij kwam dat wel goed. Weet je. Zeker nog, het intimiderende dansje vorige keer zorgde er misschien wel voor dat het publiek juist voor Toontje koos. Dus misschien ook wel goed dat je dat niet hebt gedaan. Ik denk dat dat van tevoren al was. Ik denk dat het een underdog ding is waarvan we allemaal heel erg geloven van yes, hij moet winnen, dat is vet. Ja. En dat snap ik heel goed, weet je wel. Dat was aan de hand. Mooi, man. Oké, daar zijn we het allemaal over eens. Nee, grapje. Nee, zeker. Mijn telefoon pakken. Even mijn telefoon pakken. Giant. Ja, weer een fucking classic. De zoveelste van jou. Je bent de gigant die je claimt te zijn in je naam. Hoe ging de battle voor jou? Bro, ik zeg je eerlijk. Ik heb hem 2 keer of zo bijna opgefokt. Ik had een hele kleine choke. Ik heb hem gelukkig snel opgepakt. Ik ben wel wat bars geskipt volgens mij. Ik vond de eerste ronde gewoon best wel gelijk opgaan of zo. Maar de tweede heeft mij sowieso geklemd. Ik vond die ronde ook wel grappig, ik heb gewoon om gelachen, maar het is ook normaal, ik bedoel, ja, een step, weet je. En ja, de derde ronde vond ik dat ik ook wel erg sterk kwam, dus ja, ik vind het gewoon close. Ik weet niet wat de resultaat zal zijn, maar wat er ook gebeurt, weet je, de resultaat, wie ook wint, diegene is toch gewoon gegund, weet je. Dat, het grappige is dat dit op zo'n hoog niveau was, heen en weer, dat het bijna was alsof het publiek ook op adem moest komen. Alsof het echt een bokswedstrijd was gewoon. Ja, het is moeilijk om tegen Giant te gaan, het is moeilijk om tegen Steph te gaan. En tegelijkertijd allebei fucking gruwelijk. Halffinale, als je doorgaat, eventueel tegen Eerste Keus. Ja, kut. Heel kut, want dat vond Eerste Keus ook al kut. Hij zei zelfs grappend van, ik wil niet. Hoe kijk je op tegen die battle als het zover zou komen? We hebben afgesproken om dat probleem aan te pakken als het zich voordoet. Weet je, ik ga nu niet doen van, oh, ik ben erop. En uiteindelijk ben ik mee bezig. Kijk, dit tournament is leuk, maar ik ben veel meer bezig met harde battles achter elkaar plakken, weet je wel. En tegen Toontje had ik zo weinig om mee te werken dat het een soort van, ja, dan ga ik maar technisch doen. En nu denk ik dat we gewoon weer een battle hebben die heel veel bekeken gaat worden en dat mensen weer lekker kunnen haten, weet je wel. Maar ik lees toch geen YouTube comments, dus I don't give a fuck. Oké, heerlijk. Giant, Eerste Keus of Mitch? Allebei zijn dope, maar ik denk dat het voor mij gunstiger zou zijn als ik tegen Mitch zou moeten. Maar we zullen zien. We hebben een finale waardige battle gehad hier. Om 7 uur staat hij online. Kijk ernaar. Wat? Kijk ernaar toch? Nee, hoeft niet, man. Ga lekker bedanken. Hallo Ali. Ja man, niet kijken, Steph zegt toch. Oké. Okay.